Hoi, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik in Berkel en Rode Reis. En we staan bij Rattenplan. Heel veel zin in, hij is super groot. Moet je even zien. Mama en ik gaan naar Nieuw Kringloop. Hij had 3,9 van de 5 sterren, dus best wel hoog. Leuk. Echt super leuk. 3,95. En dit. Oh my god. I love it. Nou, hier zijn dus allemaal kopjes. Wat een fijne kringloop. Heel ruim. Daar loopt ook nog helemaal achter door. Oeh, we beginnen lekker bij de home. Echt heel mooi. Mama. Lou, kijk het suikerpotje. Kijk het suikerpotje. Ja, ik heb echt al heel veel mokken. Maar ik ben dus eigenlijk steeds meer aan het zoeken naar dit soort dingen. 50 cent. Dat je daar echt gewoon cappuccino en zo in kan maken. En ik heb gewoon mokken en dat drinkt gewoon niet zo fijn. Misschien kan ik deze wel nemen. Super cute. Ja, ik ga die nemen. Nou, qua mokken, theekannen, moet je echt hier zijn. Wauw. Ik ben echt nog steeds obsessief met deze. Ik zoek eigenlijk deze nog in het groot. Deze zijn best wel klein. God, kijk die grappen. Ze hebben hier zoveel keus. Ik ben shooketh. Nou, de Christmas vibe is natuurlijk ook weer. Cute. Ah, zo leuk allemaal. Love it. Oh my god. Dan kan ik ook afwisselen met mijn andere plates. Deze gaan echt mee. Amazing. Wauw. Even kijken of ze allemaal goed zijn. Oh, I love it. Dan heb ik er gewoon 4. Ze zijn echt allemaal super mooi. Pas niet in een mandje. Wie weet wat dit is. Ik ben dat het voor hamburg. Ze hebben ook super veel vazen. Hoe cute is dit? 95 cent. Voor je sausjes. Ja, sorry, maar deze gaat ook mee. Of is het voor thee? Ik gebruik het gewoon voor flausjes. 2,50. Ik heb al saladebak, maar heel mooi. Nou, we gingen daar van de vazen naar allemaal potten hier. Nou, ik vind deze kringloop wel echt heel leuk. Deze. Het is ook echt gewoon goedkoop. Zoals een kringloop gewoon hoort te zijn. Wat is dit? Cute. Heel, heel mooi. Ik ben mama kwijt. Ik zei nou. Mam? Ik heb zelfs dingen voor huisdieren. Zoveel riet. Wat vind je van deze op mijn ladekast? Ik vind het zo'n mooie vorm. Hier zijn nog
cute deze. Misschien vinden we nog een leuk t-shirtje. Nice, crewneckje. Zoals je kan zien zijn de rekken dus best wel groot, maar ook best wel leeg. Dus dat is wel jammer. Oeh, blazers. Very nice. 5,95. Oh, I love it. Dit is wel echt mijn lievelingsboeken. Dit vind ik ook altijd heel interessant. Dromen encyclopedie. Maar wat is deze? Echt prachtig. Deze daarentegen is ook echt heel mooi. En ik zag deze. Kijk, de nieuwe. Ik weet nog niet wat ik van deze kleur vind. Ik had liever deze kleur gehad. Ik weet niet waar ik hem zou opvangen, maar oh my god, I'm obsessed. Oh, ik vind het bijzonder deze. Wat vinden wij hiervan? Ik heb hem voor een witte muur gezet. Ik vind het zo bijzonder. Ik weet niet waarom. Het zijn niet echt mijn kleuren, met dat rood en zo. Ik vind het gewoon echt heel cute. Hij is 10 euro. Geen idee waar ik hem zou zetten. Heb je deze kussens gezien? Voor op bed. Dit is dus boven helemaal. Super groot. Vet veel meubelen. Jongens, kijk deze prachtige stoelen. Oh my god, 57. Echt prachtig. Oh, hier heb je nog lampjes. Ik had eigenlijk gehoopt dat ze een nachtkastje hadden. Die tafel. Als ik deze eerst had gezien, had ik die genomen. Nou, nu baal ik echt hoor. Huilen, huilen. Die stoelen ook super mooi. De stoelen zijn 57. En de tafel is 40 euro maar. 40 euro mensen. Ik huil van binnen. Ik heb een tafel voor 600 euro gekocht. En deze tafel is echt niet normaal. Dit is ook wel echt heel cool. Zo'n rekkie. Heel nice. Is dat misschien leuk als nachtkastje? Nee. Jongens, die tafel. Oh, ik huil. Ik huil. Jongens, ik zie net speakertjes. Voor maar 2,50. Deze kan ik sowieso even testen. Ik heb trouwens deze labelmaker. Geen roze in mijn woning, maar ik vind het zo mooi. Beetje Korean vibes, echt. Dit is nou echt mooi in een woonkamer of in een slaapkamer. 1995. Prachtig. Oei, oei, oei. Heel cool. Deze is trouwens ook echt heel nice. Ik ga thuis nog even laten zien wat ik heb gekocht en wat ik ervan vond. Inmiddels is het alweer de volgende dag. En ik wil jullie nog mijn aankoopjes laten zien. Ik ben er zo blij mee. Ik vond deze rattenplan ook echt heel erg leuk. Ik denk dat ik dit een van de fijnste rattenplans vond qua interieur. Er waren best wel wat rekken, alleen er hing niet zoveel aan. Dus dat was jammer. Er waren heel veel boeken, heel veel interieurdingen en ook qua kwaliteit items echt top. En ik vond de prijs gewoon een normale kringloopprijs, dus niet te hoog of gewoon normaal. Allereerst vet schattige bakjes. En hier kan je bijvoorbeeld sausjes in doen, bijvoorbeeld sojasaus. Misschien kan je er zelfs thee uitdrinken, maar het is wel echt net te klein. Dus ik zou het zelf voor bijvoorbeeld sojasaus en zo gebruiken. En ik vind het echt super leuk als je dit gewoon zo op tafel zet. Het is echt helemaal mijn vibe. Deze was maar 1 euro. Nou, I love it. Vervolgens heb ik nog deze twee kopjes gekocht. En ik vond deze echt heel erg mooi qua kleur. Ik heb dus dit soort mokken. En ik heb hier misschien 6 van of zo. Kijk, dit is dus echt zo'n mok. En hier kun je gewoon prima thee uitdrinken. Maar voor koffie vind ik dit gewoon niet echt chill om te drinken of zo. Dan vind ik het nicer om echt zo'n kopje te pakken. En ze waren maar 50 cent. En wat ik leuk vind is de zachte kleur. En ook de rand. Ik weet niet of je het goed kunt zien, maar de rand hier omheen zit bruin. I love it. Dus deze voor 1 euro. Zo blij mee. Toen ik ging verhuizen naar dit nieuwe huis,
zocht ik dus van die rieten plates. En toen had ik eigenlijk in mijn hoofd van die ronde. Maar toen ik deze ovale zag, dacht ik echt, wauw. Allemaal echt nog super mooi. Het waren dus 95 cent per stuk. Ik ben hier zo blij mee. Het past ook helemaal bij mijn tafel. Ja, ik ben hier zo blij mee. Ik had al plates, maar nu kan ik af en toe eens afwisselen. Gewoon 95 cent per stuk, dus 4 euro voor dit. I love it. I love it. En kijk, de vibe. En dan toch wel echt de beste aankoop van deze kringloop. Ik heb gisteren al een beetje gekeken waar ik hem ging neerzetten. Hij staat dus al ergens in mijn huis. Maar daar kom ik snel op terug in de huisvlogs. Ja, ik ben hier zo blij mee. Deze was 9,95 euro. Echt een heel groot kader zoals je kan zien. Als je trouwens geluid hoort buiten, I'm sorry. Ze zijn de vuilnisbak aan het doen. Echt heel blij mee. Qua interieur ben ik super goed geslaagd. En omdat de kleding wel een beetje tegenviel, ben ik het inderdaad eens met de sterren die gegeven waren. Dat was 3,9 van de 5 sterren van Google Reviews. Dus daar ben ik het dan mee eens. Ik zou wel echt denk ik zeggen 4,5. Ook nog kleding, echt leuke kleding zou zijn, dan zou ik zo 5 sterren geven. Ik vond het echt top. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat dan vooral eventjes. Dan ben je ook op de hoogte wanneer ik nieuwe video's upload. En dan zie ik jullie weer in de volgende video.